Balanced horsemanship is een combinatie van natural horsemanship, waarbij dat er gewerkt wordt met paarden op basis van de psychologie van het paard. En daarbij komt dan het rechtrichten. Ik ben Nina van Paardwijzer. Ik geef voornamelijk les en ik train ook paarden. Wat mijn hoofddoel eigenlijk is, is van een verandering te gaan brengen in de paardenwereld. Ik wil heel graag mensen leren dat ze op een andere manier met een paard kunnen werken. En dat is eigenlijk gekomen doordat ik begonnen ben met Cowboy te kopen, mijn paard. Ik kwam van de manege en ik had wat basis leren rijden. En dan met Cowboy gemerkt dat er zoveel meer is. En geleerd over paardentaal. En dan op zoek gegaan naar, oké, hoe kan het anders? Hoe kan ik meer een band krijgen met mijn paard? Hoe kan ik gaan samenwerken met paarden? En dan zo op natural horsemanship gekomen. En mij daarin verdiept en mij echt wel in thuis gevoeld. Om te gaan werken en communiceren met paarden op hun manier, op een wijze die zij verstaan. En in plaats van dat zij Nederlands leren wat niet gaat, dat wij hun taal leren, wat veel logischer is. En dan daar een tijd mee bezig geweest. En dan, Cowboy liep altijd een beetje moeilijk, een beetje raar. Was stijf precies, wat kort op steentjes en op asfalt en zo. En uiteindelijk is een dierenarts gevraagd om hem te komen checken. En die zei dan van ja, waarschijnlijk heeft hij hoefkatrol. En dan had ik zoiets, ja, het enige wat ik van hoefkatrol wist, was dat je dat absoluut niet wou hebben bij je paard, want dat zo wat het einde betekende. Maar op dat moment had ik ook wel al wat dingen zien opkomen rond rechtrichten. En dat zou hoefkatrol kunnen verbeteren of kunnen voorkomen en zo. Dus ik had zoiets van, wow, speciale hoefijzers en medicatie en gaan infiltreren, wat die dierenarts voorstelde, zag ik echt niet zitten. Dat was even echt mijn wereld te instorten. Dus dan ik zoiets van, oké, voordat ik dat ga doen, wil ik wel eerst dat rechtrichten proberen. Geen idee wat het is, maar goed. Dus daarover gaan opzoeken, lesgever gevonden. En daar dan echt mij enorm hard in gesmeten. En meer en meer in verdiept. En dan bij Jarno en Gea van Horseman's Paradise terechtgekomen. Die ook met rechtrichten bezig waren. En waar ik al het natural horsemanship volgde. Wat de combinatie is van balanced horsemanship. Dus rechtrichten samen met natural horsemanship. En dan nog meer mij gesmeten in dat rechtrichten. En die klassieke dressuur die erbij kwam. Academische rijkunst. En daar ben ik dan echt wel mijn hart aan verloren. Omdat ik merkte dat Cowboy beter en beter begon te lopen. Uiteindelijk heb ik na een jaar of drie gezegd van, kijk, ik wil nu toch echt foto's van zijn hoeven laten nemen. Zodanig dat ik zeker kan zien van, alleen zeker weten of hij echt wel hoefkatrol heeft of niet. Bleek uiteindelijk dat hij helemaal niks had. Niks, geen artrose zelfs niet. Was 16 op dat moment. En dat hij eigenlijk ja, best goede gewrichten heeft. Maar gewoon een heel dunne zool. En dat het zijn gangetje zal zijn. En zijn lopen is eigenlijk sinds ik met dat rechtrichten begonnen ben alleen maar verbeterd. Balanced horsemanship is, je gaat eerst aan je paard mentaal gaan werken, want een paard dat mentaal niet met je mee is, gaat nooit fysiek met je mee willen en gaan ontwikkelen. En dan eens dat je dat mentaal mee hebt, dat je dan dat fysieke er gaat bijpakken en dat je gaat je verantwoordelijkheid eigenlijk opnemen als ruiter, vind ik om te zeggen van oké, ik wil met dat paard rijden, dat is vanuit mijn egoïsme, dat is iets wat wij als ruiter willen. Dat is niet om dat paard een plezier te doen dat wij daarmee gaan rijden. Dat je dan wel zegt van oké, ik neem dan mijn verantwoordelijkheid op om ervoor te zorgen dat mijn paard zijn lijf daar zo min mogelijk last van heeft. Of in tegendeel er eigenlijk net wel bij vaart dat wij ermee rijden en dat wij er op de grond mee gaan werken. En die fysiek gaan verbeteren, zodat je een paard krijgt dat niet de ruiter alleen maar mentaal kan dragen, maar ook fysiek kan dragen. En dat je eigenlijk zo de levensduur van je paard kan
verlengen en kwaaltjes zoals kissing spines kunt gaan voorkomen. Slijtage van gewrichten door scheve belasting. Artrose op plaatsen waar het niet zou mogen. En dat je gewoon een sterk en gezond paard kan houden met een goede rug. Die happy blijft om met je samen te werken. Ik denk dat een gelukkig paard een paard is dat gerust kan zijn. Een paard gaat vooral op zoek naar veiligheid. Eens als ze veiligheid hebben, gaan ze op zoek naar comfort. Rust. Een paard is een kuddedier en een prooidier een vluchtdier. Dus wat zij willen is in een kudde te leven, omdat ze zich dan veilig voelen. Daar zijn meer oren en ogen om alles in de gaten te houden. Dus ik denk dat dat een enorm grote voorwaarde is als je paarden houdt, als ze in kudde leven. Een paard is gemaakt om te bewegen en op de steppen te leven, dus niet om in een kleine stal te zitten. Paarden zijn van nature heel claustrofobisch, daarom dat trailerladen voor veel paarden ook heel eng is. Dus ik denk dat dat ook een must is, dat je paard kan buiten zijn en dat hij de omgeving kan zien, dat hij kan bewegen, dat hij bij stress die voeten kan bewegen, dat hij kan vluchten als hij daar de nood toe heeft en dan in een groep kan leven. En dat er zoveel mogelijk aan hun noden wordt voldaan. Dus een paard is gemaakt om bijna continu voeding te verteren die heel vezelrijk is en redelijk arm. Dus dat is, ja, goed hooi is heel belangrijk. Paard moet continu bijna kunnen kauwen om speeksel te produceren, dat maagzuur geneutraliseerd wordt, dat die darmen vol zitten, dat die werken. Dat ze in de winter zichzelf kunnen warm houden. Bij de vertering van hooi komt heel veel warmte vrij. En op die manier houdt een paard in de winter zichzelf warm. En ik denk dat gewoon proberen voldoen aan de natuurlijke behoeften van een paard ervoor zorgt dat een paard zo gelukkig mogelijk kan zijn. En dat wanneer jij met hem werkt, dat hij daar ook echt 100% oké mee is. Dat dat geen stress geeft. Dat leven in onze maatschappij je paard zo weinig mogelijk stress bezorgt. Ik denk dat dat welzijn is voor paarden. Zoveel mogelijk paard kunnen zijn. En de momenten dat je met je paard werkt, dat je ook zoveel mogelijk je paard die rust en dat comfort kan bieden en dat vertrouwen. En ik vind een heel belangrijk deel van werken met paarden ook gewoon dat het echt gewoon fun moet zijn. Je moet echt gewoon lol kunnen maken met je paard. En het moet dus allemaal niet zo nauw steken. En gewoon leuke dingen kunt gaan doen. Want dan zie ik dat ook zoveel mensen zo wat verliezen met hun paard. Is zo het plezier in het werken ermee. En dat is toch uiteindelijk hetgene waarom we met paarden werken. Gewoon omdat dat echt gewoon plezant is. Omdat dat leuk is. En dat probeer ik ook in mijn lessen te steken. Is van die bewustwording. Maar ook gewoon van kom, vandaag doen we eens iets zot. En we gaan eens gewoon iets totaal anders doen. En we gaan wat leuke dingen gaan doen. Of we leren ons paard eens wat trucjes. Of we gaan gewoon gaan buiten rijden. En weet je, pakten we lunch mee. En we zijn weg. En we gaan leuke dingen gaan doen. Maar dat gaat ook alleen maar met een paard dat wel fysiek en mentaal met u mee is. Dus je paard moet goed getraind zijn om net zoveel lol ermee te kunnen maken. En daarvoor geef ik lesdagen, lesweekends, lesweken. Paard kan op training komen. Ik werk ook samen met nog iemand anders, Sarah Bievelet van Horsefate. En wij geven dan eigenlijk samen les. Sarah doet vooral het vrijwerk, het werk op de grond. En ik ga dan eerder gaan helpen in het zadelen met rechtrichten, wat mijn passie echt is. En kijken naar zit en houding van de ruiter en waar zit je met spanning, hoe kunt je die spanning loslaten. En ja, met die samenwerking, dat gaat wel heel vlot. Mensen komen, hebben problemen met paarden, durven de baan niet op aan de hand. 2 dagen later gaan ze gewoon relaxed op straat gaan wandelen. En dat is gewoon super tof. Dus altijd welkom om ook eens te komen ontdekken wat het balanced horsemanship is en om veel bij te leren en tegelijk ook gewoon echt plezier te hebben met je paard. En in een toffe sfeer ongedwongen gewoon te gaan doen wat dat nodig is voor u en uw paard. Ik werk niet echt met een vast, strikt schema van we doen altijd dit in de eerste les, altijd dit in de tweede les. Nee, we werken aan wat dat er nodig is met u en uw paard en jullie problemen, jullie moeilijkheden of waar dat je vast zit in de training, waar dat je naartoe wilt gaan. En zo samen ontwikkelen. Altijd welkom, omdat dus te komen ontdekken wat dat is bij Paardwijzer. Er is een Facebookpagina en een website. En je mocht me ook gewoon altijd bellen als je dat gezellig vindt. En hopelijk zie ik jullie dan eens.